Ronald Koeman heeft de volselectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. En ik vind dat het echt nergens op slaat. Ten eerste weer Daley Blind, die pas 4 wedstrijden voor Bayern München heeft gespeeld dit seizoen. En weer Davy Klaassen. En dat terwijl Hartman er niet bij zit. En ook Frimpong, die de sterren van de hemel speelt in de Bundesliga. Moeten we niet bang zijn dat Frimpong op deze manier dadelijk toch nog voor Ghana kiest als zijn internationale land? Daarnaast zit Cillessen wel bij de volselectie, terwijl hij misschien wel de slechtste vorm heeft van alle keepers uit de Eredivisie. En Olijn niet. En het Toulouse trio Stijn Spierix, Branko van der Bomen en Thijs Dallinga, die de beker wonnen in Frankrijk, zijn alle drie niet geselecteerd bij de volselectie. Je merkt dat de onvrede bij de Oranje fans groter en groter wordt, terwijl Koeman gewoon dezelfde spelers blijft selecteren die eigenlijk het niveau van het Nederlands elftal helemaal niet meer aankunnen. Of zouden deze keuzes gemaakt zijn zodat Jong Oranje met een zo sterk mogelijk team naar het EK gaat? Vind jij dat Koeman moet doorselecteren of ben jij wel tevreden met deze selectie?